De haven van Dover speelt een cruciale rol in de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en zijn grootste handelspartner Europa. En dat zal ook zo blijven nadat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt. De haven verhandelt tot 122 miljard pond of 136 miljard euro goederen per jaar. Elke dag passeren er tot 10.000 vrachtwagens. Geen enkele andere haven kan het type en volume verkeer van Dover aan. Een vrachtwagen wordt afgehandeld in ongeveer 2 minuten. Deze vlotte verkeersstroom is mogelijk dankzij de afwezigheid van inklaring van EU-goederen in de haven en dankzij douanevervoer voor de overige goederen. Douanevervoer is een internationaal erkend paspoort voor over de weg vervoerde goederen. De EU is lid en ook enkele staten buiten de EU, zoals Noorwegen, Zwitserland en Turkije. Vrachtwagens en hun goederen kunnen zo landsgrenzen oversteken en veerboothavens passeren met een minimale douane-tussenkomst. Na de Brexit zal het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uitmaken van douanevervoer. Dit betekent dat alle handel dan tussen niet-EU-grondgebied, het Verenigd Koninkrijk en de EU zal verlopen. Zelfs al duurde het amper 2 minuten extra om een vrachtwagen af te handelen, dan zou dat leiden tot wachtrijen van meer dan 27 kilometer in Dover. En de chaos zou vergelijkbaar zijn in Calais en Duinkerke. De havens zouden regelmatig geblokkeerd zijn. Operation Stack, een dure noodprocedure om wachtrijen van vrachtwagens op de snelweg te organiseren in het Verenigd Koninkrijk bij grote problemen van het kanaalverkeer, zou wekelijks nodig zijn. De tragere verplaatsing van goederen zou niet enkel invloed hebben op de havens, maar ook op de volledige toeleveringsketen. Dit zou de handel tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk danig verstoren. Ierland roept het Verenigd Koninkrijk op om in douanevervoer te blijven, zodat het verder handel kan drijven met de rest van de EU. Het Verenigd Koninkrijk moet lid blijven van de overeenkomst voor gemeenschappelijk douanevervoer. Zo blijven goederen de haven van Dover passeren en zo blijft ook de handel tussen de Ierse Republiek, het Verenigd Koninkrijk en Europa behouden.